FC Liende heeft het goede resultaat in de uitwedstrijd tegen VVSB, een 0-5 winst, geen vervolg kunnen geven. Na eerder al bij Katwijk met 4-0 ten onder te zijn gegaan, werd nu in Groesbeek tegen de Treffers wederom een forse 4-0 nederlaag geleden. De Treffers FC Liende was de enige zondagwedstrijd in de tweede divisie, waardoor de dit seizoen wisselvallig presterende Liendense ploeg wist dat 4 van de 6 ploegen op de ranglijst onder FC Liende minimaal 1 punt hadden behaald. Om het verschil met de degradatiezone niet kleiner te laten worden, moest de ploeg van Hans Kraaij junior zelf ook minimaal 1 punt halen. Hierin slaagde de ploeg niet, waardoor het gat met de degradatiezone slinkt naar 5 punten, met nog 3 wedstrijden voor de boeg. FC Liende startte in dezelfde basisopstelling als in de wedstrijd tegen VVSB. Hierdoor begonnen onder andere de van een schorsing teruggekeerde Guido van Rijn en de na een blessure weer beschikbare Frank Wiaffe op de bank. Milad Intezar startte op de linksachterpositie. Bij de Treffers stond de topscorer Wesley Meelsen gewoon in de basis, ondanks een opgelegde schorsing van 6 wedstrijden. Door beroep aan te tekenen mocht de speler in actie komen. In de eerste helft ging de wedstrijd redelijk gelijk op. Voor beide ploegen waren er mogelijkheden om te scoren. Kansen voor FC Liende waren er voornamelijk via vrije schoppen. Van onder andere Mo Bendadi en Danny van der Meijerakker. En een schot van Arjan Goorman dat net overging. Na rust liet de thuisclub zien dat het over een prima ploeg beschikt. Met goed spel werd de Betuwse formatie het nakijken gegeven. En de thuisclub kon eenvoudig een voorsprong nemen. In de 51ste minuut was er een geweldige paas van Pim Balkenstein diagonaal over het veld. Die door Nick de Bond op waarde werd geschat. Hij kapte zijn directe tegenstander uit en knalde loeihard raak. Even later leek de Bond opnieuw succes te hebben, al combinerend met Wesley Meelsen. Maar nu had doelman Jan Schimmel wel een antwoord op zijn harde schot. In de 55ste minuut kwam de bal na een combinatie over veel schijven bij de Bond, die goed meegaf aan Mutsers. Mutsers schoof de bal in de lange hoek. Een goede mogelijkheid was er nog voor Frank Wiaffe, maar hij zag zijn schot in vrijstaande positie overgaan. In dezelfde minuut liet de Treffers zien hoe het wel moet. Uit een uittrap van Niels Cornelis werd de bal doorgekopt naar Robert Mutsers. Die nam prima aan en schoot de 3-0 binnen. Ook geen successen voor Arjan Goorman. Zijn schot werd gestopt door de keeper Niels Cornelis. En dan was er nog een schot van Mo Bendadi. Dat belandde op de paal. Mutsers maakte hoogstpersoonlijk aan alle eventuele Liendense illusies een einde door op aangeven van Rick Verbeek 10 minuten voor tijd de 4-0 te scoren. Na deze nederlaag blijft FC Liende op de 12e plek staan. Het verschil met de nummer 15 is maar 5 punten, met daarbij de wetenschap dat ook de komende speelronde ploegen onderin weer punten gaan pakken. Dit terwijl FC Liende zelf kampioen Jong AZ op bezoek krijgt. Een voor de tweede divisie te sterke ploeg die dit seizoen nauwelijks een steek laat vallen. En een wedstrijd waarin normaal gesproken weinig eer te behalen valt voor de Liendense ploeg. De wedstrijd FC Liende Jong AZ wordt aanstaande zaterdag om 3:30 gespeeld.